We blijven in het buitenland. Het slagen van mijn hervormingspolitiek hangt af van de ontwikkelingen in de Oekraïne. Dat zegt Sovjet-president Gorbachev. De Oekraïne is met al zijn mijnen en grondstoffen een economisch erg belangrijke republiek in de Sovjet-Unie. De voorbije maanden was het in die republiek erg onrustig. Volgens president en partijleider Gorbachev zal de perestroika in het hele land falen als de hervormingen in de Oekraïne mislukken. Maar de Sovjet-president heeft blijkbaar zijn voorzorgen genomen. In Kiev woonde hij een bijeenkomst van de Oekraïnse partij bij, waar de conservatieve partijleider Tscherbitsky werd vervangen door Vladimir Ivashko. Een man die de hervormingsplannen van Gorbachev gunstig gezind is. Ivashko haalde het van 5 andere kandidaten. Volgens Gorbachev beschikt de nieuwe partijleider over goede kwaliteiten en principes om de Oekraïne te leiden. De beslissing om het lichaam van de overleden dictator Marcos niet toe te laten op de Filipijnen zorgt voor grote verdeeldheid aan de top van de regering. Volgens de Filipijnse vicepresident Salvador Laurel is de beslissing van president Aquino om Marcos niet op de Filipijnen te laten begraven illegaal en in strijd met de grondwet. Marcos getrouwen hebben ondertussen aangekondigd dat ze in het hele land protestbetogingen zullen organiseren. Maar een gebedswaken aan de woning van de familie Marcos op de Filipijnen kende niet veel succes. In Saoedi-Arabië is het Libanese parlement samen om zich te beraden over een plan van nationale verzoening. Dat plan zou een einde moeten maken aan de burgeroorlog die nu al 14 jaar woedt in Libanon. Het parlement van Libanon bestaat uit christenen en moslims. Die zijn het nog niet eens over de terugtrekking van de Syrische troepen en het toekennen van grotere politieke macht aan de moslims. Saoedische waarnemers zijn echter zeer optimistisch over het verloop van de besprekingen. Ja, de tentoonstellingen keren terug naar Japan, maar de toren blijft hier. Zo was het toch afgesproken. Ook na 7 speeldagen blijven Anderlecht en KV Mechelen samen aan de leiding in de hoogste klasse van het voetbal. Zowel Anderlecht als KV Mechelen wonnen vanavond. Kampioen KV Mechelen moest tot in de tweede helft wachten, nu ja, zeg maar voetballen, om op voorsprong te komen. Een doelpunt van alweer Johnny Bosman, zijn 4e van het seizoen. De thuisploeg bleef de forcing voeren en dat leidde nog tot een doelpunt van Ogana. Anderlecht was weer een klasse sterker dan zijn tegenstander. De Brusselaars kwamen op voorsprong met een prachtig schot van Mark de Grijze. Nog altijd in de beginfase maakte George Grunert 0-2 van. Arnor Goedjonsson bracht de ruststand op 0-3. In de tweede helft maakte George Grunder met een kopbal 0-4 van. Philip de Wilde stopte ook nog een strafschop na een fout van Adrie van Tiggelen op Knops. De goede competitiestart van Cercle Brugge krijgt voorlopig geen verlengstuk meer. Cercle verloor bij Charleroi met 2-1. Bronio bracht Charleroi op voorsprong. De jager zorgde voor de gelijkmaker. Vavadio maakte de winning goal voor Charleroi. In de slotfase van de eerste helft kwam Lokeren op voorsprong met doelpunten van Samson en Pier Jansen op strafschop. Peerschot kwam terug met 2 doelpunten van de Braziliaanse invaller Arisvaldo. Maar Lokeren scoorde nog een 3e keer en dat gebeurde door Mecharos. Gent kwam al vroeg op voorsprong tegen Luik met doelpunten van Tom Verdegem en Balenga. Danny Veit, vorig seizoen nog bij Luik, maakte er voor de rust 3-0 van voor Gent. In de tweede helft gebeurde er nauwelijks nog wat. Standaard behaalde een moeizame overwinning tegen Racing Mechelen. Ruststand was 2-0 met goals van Rosenthal en Van der Smissen. Asselman scoorde tegen in de tweede helft. Racing blijft dus ook na deze speeldag zeker op de laatste plaats in het klassement. Bovenaan hebben Anderlecht en KV Mechelen voorlopig 3 punten meer dan Kortrijk. Morgen worden de overige 3 wedstrijden gespeeld van de 7e speeldag. Kortrijk speelt tegen Antwerp, Club Brugge komt uit tegen Lierse en Germinal Eker neemt het op tegen Beveren. In de tweede klasse waren ze aan de 5e speeldag toe. En daar werden vanavond 5 wedstrijden gespeeld. Racing Genk, dat nog een inhaalwedstrijd te goed heeft, speelde vanavond in geel. En Genk verloor zijn eerste punten in deze competitie. Voor geel was het meteen de eerste overwinning. Geel Racing Genk was 2-0. Hetzelfde uitslag in Leuven-Tongeren. Stade Leuven staat voorlopig alleen aan de leiding. Boom dat morgen speelt kan nog op gelijke hoogte komen. De overige uitslagen van vanavond dan. Diest Lommel 2-1, Sint-Niklaas Aalst 1-1 en IJsden Zwarte Leeuw 0-1. In het basketbal stonden de 2 playoff-finalisten van vorig seizoen tegenover elkaar.
Zowel Castors Breine als Racing Mechelen misten dit seizoen enigszins hun start en konden een nieuwe nederlaag dus best vermijden, alles maar voor het prestige. Maar Castors leed alvast zijn tweede thuisnederlaag. Castors Breine Racing Mechelen 70-71, u ziet het daar, en dat alweer na een onwaarschijnlijke slotfase. Bill Varden maakte de laatste korf in de allerlaatste seconde. Charleroi Oostende dan 70-95, Leuven-Pepinster 87-88, Brugge-Marion-Boer 101-88, Popcat-Gent-Monceau 115-92, gisteren gespeeld Maccabi-Damme 113-96, morgen nog te spelen, Houthalen Hellas-Gent. In het klassement staan Oostende, Maccabi en Pepinster voorlopig aan de leiding met het maximum van de punten. Volgende dinsdag brengt VTM u een zogeheten special over het jumping gebeuren. Eddie is uitgepraat en dat betekent dat ik afscheid van u neem. Er is nog een laatavondflash en die krijgt u van Cathy Pauwens omstreeks 20:20. Nog een prettige avond verder en graag tot kijk. Tijden heeft de mens getracht zich te beschermen tegen aanvallen, diefstal, arbeidsongevallen, de gevaren van het verkeer, verwoestingen door brand, water of andere rampen. Ontdek de beveiligingssystemen van vandaag op Secura 89, het zesde salon van de veiligheid van 3 tot 7 oktober, Expo Rogiercentrum in Brussel. Reden geknipt voor tussendoor. De tussendoor dip. Het is niet alleen de tomaat die bolognese maakt. Het zijn de uitjes, de koriander, de teentjes knoflook, basilicum, peterselie. Dat is Dolmio. Vol, rijk, geurig. Mooi bruin gebakken vlees, Dolmio. Even laten proedelen en spaghetti bolognese, deliciosi. Dolmio, voor wie dol is op Italiaans. Goed kijken. Hier volgt een demonstratie van de ongelooflijke lijmkracht van Loctite Superglue Plus. Deze film is gerealiseerd zonder trucage. Lees de gebruiksaanwijzing. Superglue Plus lijmt rubber, leer, kunststof, papier, hout en porselein. Superglue Plus van Loctite. Morgenavond start VTM de tweede reeks afleveringen van het in Amerika met talloze Emmy Awards bekroonde War and Remembrance met Robert Mitchum en Jane Seymour. Fight the war, Byron. And try to put your wife out of your mind. And if you are a praying man, pray. Yes, this Lodge-mesque action. Listen. 5 weken lang kan u meeleven met de dramatische gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. War and Remembrance. Vanaf morgen 5 zondagen lang, telkens om 8:00 op VTM.